geachte aanwezigen, burgemeester, wethouders, nieuw college, gasten en leden van de RWZ. Bert Mooren van VNO-NCW, directeur VNO-NCW West, ook welkom met jouw team. We doen dit samen, het is een samenwerking tussen RWZ en VNO-NCW. Die speech van 14 april die ik heb gehouden over 3.0, die heeft heel wat vragen en wat leuke opmerkingen met zich meegebracht, wat reuring. Dat heb ik overdrachtelijk verwoord in de vorm van Sloophek Stadhuis. Dat heeft natuurlijk niets te maken met de stenen of het pand fysiek of de glazen ruiten, maar dat heeft te maken met de manier waarop je werkt. Maar wat gebeurt er nou als je geeft voordat je ontvangt? Of als je het besluit anders te gaan reizen, zoals we vandaag ook gaan hebben. Of als je besluit om anders te gaan leven, als je leven 3.0 gaat doen. Wat als die gemeente dan verandert? Wat gaat er dan veranderen en wat zou je dan willen veranderen? En vooral, en daar gaat het om, wat gaat u ermee kunnen doen? Oké. Hierboven staan twee hele belangrijke woordjes, trends en verwachtingen. Dat zijn twee dingen waar ondernemers dag en nacht mee bezig zijn. Die trends kennen, daar als ondernemer op inspelen. Kaartjes uitdelen, verbinden, zorgen dat het wat oplevert. Dat is wat de RVOZ doet, dat is ook wat de VNO-NCW West doet. En wij doen dat al een redelijk wat aantal jaren op het gebied van de bereikbaarheid. En op die manier zijn wij een aantal jaren geleden bereikbaar Haaglanden gestart. Wat we doen? Ja. Nou, we hebben nu zo'n 60 contenantpartners. Die denken allemaal na over hoe het anders kan in hun bedrijf. Daarvoor organiseren we ontbijtbijeenkomsten. We doen soms ook iets in de lobby voor ze, indien dat het voor nodig is. Er zijn een paar projecten gestart om het beter te benutten. Dat is het programma van minister Schultz van Hagen. En daar zijn ondernemers nu bezig met zelf ideeën en concepten ontwikkelen. Lieke aan te kondigen. Wil jou het woord geven, alsjeblieft. Maar ik ga proberen u een heleboel dingen te vertellen over wat op dit moment in de wereld speelt. Want dat is eigenlijk wat een trendwatcher doet. Nee, want als ik zo'n webwinkel doe, dan kunnen mensen allemaal weer terugsturen. En ik wil lijfelijk contact met mensen, fysiek ze aankijken en zo. Ik zeg, ja, maar uw winkel, gaat dat goed? Nee, dat gaat helemaal niet goed. Ik zeg, wat doet u dan? Hij zegt, nou, ik hoop dat ik genoeg reserve heb tot dat hele internethype voorbij is gewaaid. Maar goed, dat soort projecten zijn er allemaal, zitten er aan te komen. Er komt een hele nieuwe manier van vervoer aan. Ik heb zelf ook al in vrachtwagens gezeten die uit zichzelf remmen en uit zichzelf gaan rijden. Nou, Google Glass weet u ook. Ik zei er net al, er komen een heleboel vraagstukken bij. Als je kijkt naar de hele quantified self idee, waarbij mensen quantified self wil zeggen dat ze zichzelf monitoren. Je hebt wie loopt hier hard? Wie heeft een Garmin watch waarmee die hard loopt? Ja, die houdt bij je hartslag, waar je loopt, wie je loopt. Ja, je kan niet meer zonder dat je mannen weet. Dat is dramatisch, maar goed. Nou, ik niet, Marcel. En die houdt dus alles bij. En je hebt dan zelf nu pilletjes waar echt van een zandkorrel zo klein een chipje in zit. En die geeft door aan je laptop dat je die pil geslikt hebt. Er is nu in Amerika zijn een paar mensen dat aan het testen. Maar dat geeft natuurlijk ook privacy kwesties. Want ja, als jij dan die pillen niet slikt, dan kan je ook niet bij een arts terugkomen of wat dan ook. Het is natuurlijk voor bejaarden heel fijn als die laptop bijhoudt wat je precies slikt en doet. Maar dat geeft ook wel vraagstukken. Nou, de nieuwe Google Glass, die werkt inmiddels aan iets waarmee je aan je traanvocht kan aflezen of je suikerziekte hebt. Dus dat zie je ook allemaal ontwikkelingen. Dit is in Japan, daar gaan ze. In China zijn ze mee bezig. Dat zover zijn wij nog niet met dat quantified zelf. Maar dat is in feite wat de keizer van China vroeger deed. Hè. Je analyseert je ontlasting en dan bij je ontbijt krijg je tips voor meer vezels of meer Ja. Ik was eigenlijk toch wel blij met je nieuwjaarstoespraak over slopen dat stadhuis. Al was het maar omdat ik dacht, het is ook een boost voor de discussie die wij binnen de gemeente en in het gemeentebestuur nog voeren over wat wij dan noemen verduurzamen, verkleinen en renoveren van een stadhuis. Maar ik vind het ook wel een heel mooi symbool voor slopen van of neerhalen van het oude gebouw of het oude systeem van ambtenaren die plannen bedenken, die dat door het college laten vaststellen en die dan dat nog door de raad jagen. En dan denken, oh jee, nou hadden we nog inspraak, want is dat toch vervelend. Want uiteindelijk begint in mijn beeld van de nieuwe ambtenaar 3.0 en de nieuwe gemeente 3.0 het niet meer vanuit het aanbod, wij denken dat dit goed is voor de stad, maar vanuit de gedachte, wat zou de stad nou nodig hebben? Het is aan mij de eer om de campagne 3.0 af te trappen. En we hebben het de hele tijd over de veranderd alles en we willen graag dat jullie dingen anders gaan doen. Wij hopen dat we inderdaad ook acties kunnen bieden en jullie om gelijk in één actie te komen ook. En de mobiliteitsakkoord, daar hoort u later wat meer over, maar dat houdt inderdaad heel plat in
als u een heel goed idee heeft om te gaan slim werken of slim reizen, dan kunt u van ons 15.000 euro winnen om dat te realiseren. En wat geweldige plannen en ideeën heeft u vandaag gehoord. Het gaat er natuurlijk om dat wat we weten is dat veranderen brengt lef met zich mee. En u weet, we hadden het over leven. Leven is het meervoud van lef. Dus je moet gewoon dingen gaan doen. Maar ik zou u willen uitnodigen namens de RVOZ, namens VNO-NCW, om u te begeven naar boven waar we heerlijk kunnen gaan horen. Ik wens u een hele fijne avond. Bedankt.